Eerst naar Jos van Zon. Hij moet 40 uur gaan werken voor straf. Oud-wethouder Jos van Zon van den Bosch. Volgens de rechter heeft hij in 2017, toen hij wethouder was, zijn mond voorbij gepraat over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Ja, en dan ben je ineens, kijken, 2 jaar lang ongeveer verdacht. En nu ben je dus schuldig. Ja, schuldig verklaard. Na een ellendige periode inderdaad van 2 jaar. Want het hangt toch steeds boven de markt. Kun je daar mee leven, met die schuld? Nee, het voelt heel onrechtvaardig. En wat ik gedaan heb, en dat heb ik ook van begin af aan toegegeven, is, ik heb de kennis die ik had gedeeld met mijn collega wethouders in het wethoudersoverleg, ook wetende dat zij een geheimhoudingsplicht hadden. En ik heb op geen enkele wijze bijgedragen aan de reuring die er ontstaan is in Brabant, naar aanleiding van de publicatie van het artikel in Brabants Dagblad. Ja, Brabants Dagblad heeft toen eigenlijk alle ins en outs van die hele benoeming op straat gegooid. Ja. En dat leverde de grote ellende op. En daar is justitie, heeft er ook fel op gereageerd, hè? Ja. Ja, bijzonder veel. Ik moet ook zeggen van de methodes zoals die door het OM zijn gehanteerd, die zijn ook ter sprake gekomen in de rechtszitting. Daarvan heeft de rechter ook geoordeeld van eigenlijk is het buitensporig geweest. Ik heb 4 dagen vastgezeten. Ja, je bent februari 2018 pas aangehouden. Ja. Ik heb 4 dagen in het gevangen gezeten. Ben zwaar ondervraagd, afgeluisterd in een lange periode. Hoe ging dat zwaar ondervragen? Met een lamp op je gezicht en een bad cop en een good cop? Of? Laat ik het zo stellen. Ik kon mij na die 4 dagen voorstellen hoe dat mensen in de oorlog zich gevoeld moeten hebben toen ze ook ondervraagd werden. Zo fors was het. Maar je bent toch niet gemarteld of iets? Nee. Maar je kunt ook psychisch iemand wat dat betreft beschadigen. Zo voelde het wel? Ja. 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 En je zit 4 dagen in zo'n cel? Je zit 4 dagen in de cel. Je bent compleet ontdaan van alle menselijke waardigheid. Afwachten wat er gebeurt. Volledig in het ongewisse gelaten wanneer de verhoren waren, et cetera. Het was gewoon, Ellende. Ellende. Zo echt heb ellende. Je het ervaren in elk geval. Ja. Ja. En toen heb je natuurlijk ook tijd gehad om na te denken, heb ik iets verkeerd gedaan? Ja. Dat heb je ongetwijfeld gedaan. En wat was de conclusie daar? Dezelfde conclusies die ik op dit moment trek. Van, het enige wat ik gedaan heb is de kennis die ik had gedeeld hebben met mijn collega wethouders. En voor de rest niets met de pers. Of en wat je zegt, dan ook. Aan die kennis kwam ik doordat ik met chef van Krij op straat een gesprekje had. Ja. Raadslid die in de vertrouwenscommissie zat. Ja. Die daar ook zijn mond over moest houden. Die afgelopen, die ook terecht stond, hè, chef van Krij. Stond ook terecht omdat hij gekletst had. En daar heb ik het van gehoord en ik heb het alleen met wethoudersoverleg gedeeld. Ja, klopt. Maar nou zegt chef van Krij weer. Laten we even gaan kijken, want die was 2 weken geleden. Heb ik hem toevallig hier geïnterviewd in deze studio, in de nieuwsuitzending. Ja. En toen zei hij het volgende. Jos van Zon zegt, chef van Krij heeft tegen mij gezegd dat het Hamming werd. Ja, dat heeft hij gisteren in de rechtbank ook nog gezegd. Ik weet zelf wat er gebeurd is. Ik ben hem tegengekomen die zondagmiddag. Heeft de heer Van Zon 4 namen genoemd, 3 kan ik me herinneren. 1 van was Hamming. En toen heb ik tegen hem gezegd, op de schouder geklopt. En gezegd van, overmorgen weten we het. Ja, maar niks gezegd. Niet de naam van Hamming genoemd. Nee. En, dus Jos van Zon jokt daarover? Ja, maar dat is niet het enigste jokken wat hij eigenlijk is gisteren ook in de rechtbank gezegd. Want het is wel vaker dat het niet helemaal de waarheid is die hij heeft. Dus hij verzint dat gewoon? Nou, en dat bevestigt hij dan. Hij verzint dat gewoon. Jos van Zon jokt. Gaat lekker. Hoe weet ik nou dat Jos van Zon vandaag niet jokt? Nou, kijk maar naar de rechtelijke uitspraak. Daarin wordt dit ook herroepen, in feite. Ja, ja. Er is gewoon aangegeven dat, wat dat betreft, mijn oud-collega, dat hij dat verteld heeft. Niet alleen aan mij, maar ook aan meerdere mensen. Jullie waren ooit politieke vrienden, maar dat is even geleden. Chef zat in het verleden in dezelfde partij, lokale partij waarin ik zat. En die is daar op een gegeven moment uitgestapt en is voor zichzelf begonnen. Zien jullie elkaar nog wel eens? Groeten jullie elkaar? Ja, tuurlijk. Dat betreft... Dat wel? Ja. Die conclusie werd getrokken door Paul Post. Die was aanwezig en die zei van, nou, het zullen elkaars vrienden niet meer zijn. We waren geen harte vrienden, wat dat betreft, van tevoren al niet. Maar iemand die je een leugenaar noemt, ik weet niet of ik mijn hand op zou steken. Hoe bedoel je? Of ik hem zou groeten. Oké, nee, maar... Kijk, het chefse verklaring is chefse verklaring. En ik ken chef en... Daar laat je bij. Ik laat het daarbij. Ja. Ja. Het waren woelige jaren, Jos, die wethoudersjaren. Want we hadden die burgemeestersbenoeming, die rel. En toen daarna kwam november 2017. Ik zeg het even kort door de bocht. Misschien ging je ook wel kort door de bocht toen. Want je reed met een slok op in een heg in Maleskamp. Ja,
Klopt. Je had te veel gedronken. Ja. Je was wethouder van verkeer. De conclusie was duidelijk, binnen 2 dagen was je weg als wethouder. Ja, die conclusie heb ik zelf getrokken op dat moment. En toen was je dus van, je was een hele meneer als wethouder, en toen was je ineens een alcoholist zonder werk. Laat ik het zo stellen, een hele meneer zonder werk, een hele meneer. Ik heb me nooit een hele meneer gevoeld als wethouder. Ik stond liever tussen de mensen als erboven. Dat is een misstap die ik gemaakt heb. Ik ben aangehouden daarvoor. Ik heb een rijverbod gekregen van enkele uren. Mocht mijn rijbewijs gewoon behouden, overigens. Mm-hmm. Ben daarvoor ook gestraft. En ja, dat is een misstap die ik nooit meer wilde maken. Ik heb daar ook mijn maatregelen voor getroffen. Enerzijds, ik heb meteen zelf de stekker eruit getrokken voor wat betreft mijn wethouderschap, want dat kon gewoon niet. En daarnaast heb ik een aantal andere dingen gedaan om te voorkomen dat dit in de toekomst nog eens zou gebeuren. Wat heb je gedaan? Ik ben een periode van 3 maanden naar Portugal geweest. Sommige mensen noemen het alleen eigenlijk een actie die bedoeld was om die alcohol voorgoed achter me te laten. Maar het had eigenlijk een diepere strekking. Het hield ook verband met de aanhouding die ik gehad had net van tevoren. En het werd tijd om mijn leven eens even opnieuw op de rit te zetten. Je had een psychische deuk? Ik had een ongelooflijke psychische deuk, ja. En hoe is het nu natuurlijk? Op dit moment is het heel erg goed. Fysiek is het goed. Psychisch, daar heb ik nog steeds last van. En daar word ik op dit moment ook nog voor behandeld. Waar heb je dan last van? Van je ontslag als wethouder? Wat vrij plotseling kwam? Nee. Of... Het gaat er met name over de hele periode dat ik vastgezeten heb. De bejegening in die tussenliggende periode. Daar heb ik echt last van. En hoe merk je dat? Is dat een soort van trauma, moet ik me zo voorstellen? Ja, dit is een traumatische... Ik krijg daar op dit moment een traumabehandeling voor. En dat betekent slecht slapen? Slecht slapen. Onrustig en al dat soort dingetjes meer. U bent heel verdrietig, dat zie ik. Ja, klopt. Ja. Ik ben heel verdrietig over hetgene wat gebeurd is. Had nooit mogen gebeuren. Maar die rechtszaak, dat is iets, daar kan ik geen grip op krijgen. Dat is gewoon zo onrechtvaardig. Mag ik een vraag stellen over dat? Want u had niet mogen praten. Hè? Je mag nooit praten als je iets weet over een... benoeming van een burgemeester, moet je je kop houden. Ja. Waarom heeft u dat dan toch gedaan met die wethouders? Waarom was dat dan? Want u wist dat dat niet mocht. Nou, dat klopt. Als je SEC de regels in Nederland naleeft... dan mag je daar helemaal niet over uitlaten. Nee. Alleen, ik kreeg dat signaal. En in de ochtendsessie, op maandag daaropvolgend... hadden wij altijd van 9 tot 10 wethoudersoverleg. En daar werd de vraag gesteld van... hey heren, wie wordt de nieuwe burgemeester van Zertogenbosch? En ze gingen het rijtje af, net zoals wij hier nu aan tafel zaten. 1 collega zei, ik denk onze collega uit Heusden. De ander begon te vloeken. De derde zei, ik wil het niet weten. En ik zei van jongens... En dat was gewoon in die beslotenheid van het wethoudersoverleg. Dit heb ik gehoord. Alsof je het over de voetbalwedstrijd van het afgelopen weekend had. Exact. Maar dat had u niet mogen zeggen. Nee, dat is de conclusie uiteindelijk ook die de rechter heeft getrokken. En bent u het daarmee eens met die conclusie? Nee, ben ik het niet mee eens. En dus volgt er misschien nog hoger beroep? Ligt eraan. Ik vind de rechter is totaal voorbij gegaan aan alles wat er gebeurd is vanuit het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van de strafmaat sta ik in enkele rekening mee gehouden. En in de komende week overleg ik nog met mijn advocaat of dat we in een hoger beroep gaan. Ik zit een beetje in frictie daarmee. Enerzijds, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat dit vonnis gewezen is. Want het is niet alleen die 40 uur taakstraf. Maar het is ook het feit dat het Openbaar Ministerie een vrijbrief krijgt via dit vonnis om alles te doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daarop afgerekend worden. Mm. Dat is de frictie eigenlijk die er in zit. Al nagedacht over wat voor werk het wordt? Die 40 uur? Nee, ik heb daar ligt hou je van in de tuin werken? Want vaak is het plantsoenendienst, geloof ik. Hè? Nou, daar begin ik niet meer aan. Nee, maar ik heb voldoende mogelijkheden om me nuttig in te zetten als dat zover zou komen. Want... En politiek, beginnen we daar nog ooit aan? Nee, ik begin niet meer aan de politiek. Nee, is mooi geweest. Ik heb in augustus 2017 aangegeven dat ik ermee ging stoppen. Gewoon vanwege het feit dat ik, als ik nog een periode door zou gaan, dan was ik 70. En ik vind dat te oud. Dan moet de jeugd maar eens op inspringen. Dus nee, de politiek is... Het einde was sowieso in zicht, hè, van de politieke carrière. Goed, Jos van Zon, ja, sterkte met het verwerken van de trauma's. Want dat is toch serieuze business, hè? Ja. Goed.